Tot vandaag. Het is vandaag zaterdag en vandaag ben ik niet alleen met Blondie, maar vandaag stilt ook nog Verona de ster. En hiernaast staat het trailer van Kim van Henja. En wij gaan met z'n drieën naar Manege de Arkehoeve, want daar hebben we Blondie's eerste evenement, namelijk de Arkehoeve Fair. Ik heb ook een hele mooie taart gebakken. De eerste taart. Tada! Ik ga hem nog niet uit de folie halen, want dat komt pas op de Arkehoeve. De enige die hem op dit moment goed heeft gezien, dat ben ik en mijn moeder. Dus het blijft nog een verrassing. Henja wordt ingeladen. En dan gaan we maar! Hou die box nog. Oh ja, laat ons maar. Wat? Huh? Ze staat. Dagelijkse bezigheid. Ja, ja, taarten proeven natuurlijk, oh, nee, maar dat is denk ik duidelijk zichtbaar toch, dat ja, ik veel taarten nee, proef. Dat weet je zeker dat het goed komt. Ja, nee, dat komt ook helemaal goed hoor. Vraag of u wel echt. Ja, ik heb heel veel ervaring daarin, echt. Ja, je mag de taart in leven worden heel erg goed. Ja? Ja. Nou, lever in dus. En dan de winnaar, die krijgt natuurlijk de gouden bakmuts. De winnaar, dus Robert, die gaat de winnaar bekendmaken. Ja, die krijgt de gouden bakmuts. En de andere taarten worden in stukjes gesneden, die worden voor 1 euro per stukje verkocht. En dat gaat dan weer naar de stichting. Oh, dus mijn taart wordt gewoon verkocht. Ja, sorry. Oh, niet! Oh, nee, die willen we houden. Super mooi! Oké. Oh, kijk, daar heb ik echt een fles. Ah, die heeft echt een kool. Ah, wat goed. Jij mag een hand kiezen van Tess. Ja, welke hand kies je? Deze. Krijg je eerst deze? Wat zeg je nou? Dankjewel. Gefeliciteerd met je verjaardag. Nou ja, dan kan je wel een letter maken die je wil. Het was een J, zie je dat? Van wie is die letter? Van Jolie. Oh, heel goed. En heb ik deze ook nog voor je? Wow! Dat is je lievelings. Ja. Heeft hij ook een jurk? Nou, de stallen worden leeggemaakt. En dan gaan onze paardjes maar voor zo in, dus dat is wel heel fijn. Het is even ruzie met de veulen. Hij wil niet snappen. Hel nee. Je moet gewoon luisteren. Papa is verdwenen, maar papa is een stukje cake. Is een stukje cake aan het opeten. Ik ben aan het kijken naar mijn haard. Dat moet nog op een of andere manier in elkaar. En helaas waren dit geen pepermuntjes, maar stenen. Het is namelijk een tafelhaard. En we hebben ook nog appeltjes en bloemetjes. En
moe. Dus ik ga een beetje slapen. Zo, het is vandaag zondag. En het is op dit moment bijna zondagmiddag. Dus het is nog zondagochtend. En ik ben hier samen met moeder. Dus we zitten in de auto. En we zijn niet op weg om iets te doen. Maar we zijn op weg om iets leuks te doen. Want we zijn met de boer on tour. We hebben Verona en Blondie meegenomen. Want we gaan naar het strand toe. Het strand in de Hoek van Holland, toch? Ja. Daar gaan we lekker op het strand rijden, want het is best wel lekker weer. Oh, en we gaan met de GoPro filmen. En dan gaan we hopen dat hij er deze keer niet afvalt. Ja, dat is niet goed af. Vorige keer zat hij niet heel goed, toen schoot hij los. Rap zou wel kunnen, ja. Rustig draven. Probeer er ook maar gewoon met haar hoofd een beetje naar beneden te rijden. Net als altijd. Gewoon leer luisteren. Nou, probeer maar een stukje dan. Een klein stukje. Niet te lang. Ja, dat dacht ik dus ook. Ja! Nou ja, rekening mee houden. Die zie je super goed. De ander wat waziger. Mama is een beetje ziek, hè? Ja, ik voel me niet erg fit mee. Ze is een beetje ziek van de zenuwen. Welke zenuwen? De zenuwen van morgen. Het is morgen. Oeh. Oh nee, niet morgen. Het is wel morgen. YouTube. Ja, het is erg regen. En daar is de prachtige zon. Dus we hebben van alles wat. Vandaar de twee regenboogjes. Ga ik zelf het paardje doen. Ik ga Blondie en Verona rijden. En het is ook morgen en overmorgen zo. Morgen ga ik ook met Blondie in de springles. Ga ik ook met Verona gewoon zelf rijden. En donderdag ook. Want moeders is dan in België. En nu is moeders in Ziekland. Dus van alles wat. En ik ga de paardjes maar doen. Maar ik heb net echt heerlijk op een roodje gereden. Het ging echt super goed. En het is weer een tijdje geleden dat ik in dit passierzadel heb gezeten. Nou, ik ben blij dat ik er weer in zit. Want het zit super lekker. Het past ook echt bij Verona. En zo voelt het. Oh, eendjes en buizen. Allemaal heel eng. En ik ga zo Blondie rijden. En dan, ja, denk ik. Dan wel gehad. Nou, dan moet ik allemaal spullen nog opruimen. Ik ga roodje afzadelen, therapiedekje op en in de stapmolen. En Blondie maar even pakken. Afgezadeld. In de molen. Zo, samen met Rick zit ik in de Eurostar. Ja. En we hadden geen idee, of ik had geen idee wat het is. Met Bukas uiteraard. En we zijn onderweg naar YouTube. En daar ben ik heel blij mee. Kijk, dit is een stoel, dat is helemaal lekker. En ik heb nog nooit gereisd in de trein naar Brussel. Laat staan in de Eurostar. Ik kan je vertellen, mega gaaf. Ik denk dat wij daar niet deskundig genoeg voor zijn. Maar er komen deskundigen bij ons in de video's voor. En anders zou ik je zeker adviseren om eventjes naar de kanalen te kijken die daar veel meer over kunnen vertellen dan wij. Zo, ik heb al een lekker rood koppie. Ik zit op het broodje. Ik ben even lekker aan het stappen. En ik heb hier heel de bak voor mezelf. En in de andere bak is nog iets anders aan het rijden. Ik heb net Verona's beugel op mijn hoofd gehad. Ik probeerde het zaal door op te krijgen. En toen zei die beugel, nou, ik val even lekker naar beneden. Dus ik heb nu een bult op mijn hoofd. En gelukkig veert mijn cap mee. Waardoor die gewoon in de bultvorm gaat zitten. Ik heb in deze bak. Ja,
echt in de bak, ja. Er liggen hier ook nog een soort twee balkjes. En die zijn ietsje hoger gezet. Deze. Maar die ligt er. Kom maar aan. De moeder is weer thuis. En broer. Oh, Roon. Ah, ze gaat het eraf. Dat is niet aan mijn bedoeling. Oh. Ik ga even lekker rijden. Ik stop jullie weg. En dan ga ik na het rijden. Vertel ik wel wat ik allemaal heb gedaan. En dan, ja. Het is vrijdag. En we zijn op de manege van YouTube. Heb ik een hele gave gimbal gekregen van Matthew. Nou, ik zal Matthew hieronder eventjes linken. Dan kan je zien hoe hij hyperlapse en speedlapse maakt. Of hyperlapse en timelapse. En ja, dat is eventjes iets heel anders dan dat je waarschijnlijk gewend bent van ons. Maar misschien wel heel gaaf om te kijken. Ik ga nu even naar Tess toe. Die is er Pony aan het halen, want die heeft over een paar minuten springles. Ja, ja. Hi! Alweer? Ja. Oh, dat is verkeerd. Ik heb zelf gesneden. Wat heeft ze gedaan dan? Met het rollen. Ja, toen gooit het zichzelf zo om. Oh. Ik ben dat is een beetje dom, Blondie. Nou, even opschieten, anders kom je te laat voor je springles. Je bent de domste pony die we hebben. Hè? Ja, nou, we gaan maar opschieten. De gimbal. Dat is een ding dat stabiliseert. En ik heb net springles. Oh, dit ding werkt niet. Springles gehad. Het ging best wel goed. Op het begin was ze een beetje frissies. Nu minder. Ik heb dus een hele goede les gehad.